Welkom in de groep van DNPNL met weer een nieuwe video. En vandaag heb ik weer een Weekend League video. Zoals jullie zien, mensen, in de titel ga ik 14-1 in de Weekend League. En dat is uitstekend. Maar, oh, knookte, sorry voor je oren. Maar het is niet genoeg. Ik wil namelijk weer een keer elite halen. Want de laatste tijd, ja, ik haal gewoon geen elite meer. En ik bouw er zo van. Sad. Dus dat is mijn doel. Eigenlijk, ja, ik ga 14-1. Dus ik wil eigenlijk gewoon elite 1 halen. Maar met elite 3 ben ik ook wel tevreden. Denk je dat dit mij gaat lukken? Als je denkt ja, doe dan een duimpje omhoog. Als je denkt nee, doe dan een duimpje omhoog. Als je echt geen idee hebt wat ook een loze reden is van ja, hoe kan jij het nou weten? Doe dan een duimpje omhoog. En vind je Mark nou een lekker ding? Doe dan een duimpje omhoog. Ben je dus niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat hier beneden. We hebben bijna de 255.000 abonnees. Oh mijn god, zoveel zin in. En druk op dat fucking belletje. Wow, hashtag 10 belletjes hier in de comments. Let's go. Ja mensen, laten we maar niet te lang wachten. Laten we maar gaan spelen. En laten we hopen dat we even elite kunnen halen. En dat zo niet, ja, janken. En in de allereerste pot kwamen we tegen een flink team. Ja, een flink teampie. En ik had vertrouwen in mezelf, weet je wel. Ik ging 14-1. Ik had er gewoon vertrouwen in. Maar toen kwamen we al snel op 0-1 achterstand. Ramel, echt, hoe gaat dit erin? Ik snap dit gewoon. Ik snap het gewoon echt niet. Ik begrijp gewoon niet hoe zo'n bal erin kan gaan. Ik check ook hier herhaling. Het is gewoon, wordt al aangeraakt. Echt aids. We scoren naar de 1-0 uit de corner. En de 2-1 uit een heerlijke pingel door het midden. Echt penalty door het midden. Love it. Dan scoort hij van de aftrap de 2-2. En een net doelpuntje. Ben ik gewoon eerlijk in. Scoort hij ook de 2-3. Ja, klote. Dan maakt hij de 2-4. Echt, oh mijn god, wat gebeurt hier? De 2-5, ja. Ja, oké. Okay. Dan scoor ik nog de 3-5. Denk ik, kom ik nog terug? Nee. Want hij scoort deze goal. Zieke goal. Echt een ziek doelpunt. Ben ik gewoon eerlijk in. Ziek doelpunt. We gingen hier nou dus 14-2. Dus het begon niet heel lekker. Maar elite moest nog steeds. Ja, hartstikke mogelijk zijn natuurlijk. In de pot daarna kwamen we in een kutteam. We kwamen dan ook 1-0 voor door de man himself. Cristiano Ronaldo. We kwamen ook op 2-0. En toen ging hij in de 9 vanaf de, echt, de 90ste minuut na 2-0. Ging hij gewoon achterin rondspelen. En hij ging gewoon achterin spelen. Ik dacht, nou ja, prima, weet je wel. Ik ging ook heen en weer lopen een beetje. Ik scoorde nog 3-0 net voor rust. Ja, want hij verneukt het helemaal. Toen ging hij de tweede helft door met achterin rondspelen. Hij bleef me achterin rondspelen. En toen ineens ging hij echt spelen. Nee, ik was helemaal niet met mijn kop erbij. Dan maak ik 3-1. Dan van, ah, klote 3-1, weet je wel. Scoor ik even de 4-1, weet je wel. Maar check ook, hij was echt aan het trollen gewoon. 64e minuut. En staat hij gewoon met zijn keeper. Ik kom overal uit met zijn keeper. Echt heel ziek. Maar ja, toen scoorde hij dus de 4-2. En daarna ook nog eens de 4-3. Maar toen scoorde ik de 5-3. En een epische 6-3. Werelds. Echt werelds is dit. En toen gingen we 15-2 in de Weekend League. Ja mensen, nog maar 8 keer winnen. En ik mag gewoon nog 5 keer verliezen. En dan zijn we elite. Yes! Kom op, we kunnen echt, als we zo doorgaan, kunnen we zelf nog voor elite 1 gaan. Dat zou echt heerlijk zijn. Even elite 1 halen. Oh my god. De pot erna kwamen we tegen Ronaldo en rode Mbappé. Die rode Mbappé had ik echt graag gewild. Maar ja, ik heb echt nog nooit een goede rode speler gekregen. Echt ongekend. Misschien in de 10e minuut hier op de paal. Echt best wel balen. En als je dan even doorspoelt, echt direct daarna scoort hij de 1-0 met Mbappé. Ja. Klote. We scoorden de 1-1 met Cristiano Ronaldo. En de 2-1 met Mbappé. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Daardoor winnen we hem 16-2. En de volgende pot komen we tegen dit teampie. En je weet al gewoon, als hij Lacazette in de spits heeft, daar gaat Zlatan in komen. Je weet het gewoon. Het is gewoon, iedereen heeft die Zlatan. Het is echt niet normaal. Maar deze pot was echt niet normaal. Die Aouar. Ja, die Fransman. Die scoort de 1-0. Die scoort ook de 2-0. Er wordt ook de 3-0 gemaakt. 4-0. 5-0. 6-0. Heerlijk verdedigd. En de 7-0 uitstekend gekiept. Mensen, ik verloor 7-0. Dat is mijn grootste verliespartij ooit dit. Ik kan me oprecht niet herinneren dat ik ooit met 7-0 verloren heb. Ik ben helemaal kapot gemaakt. Helemaal kapot. They ask you how you are. You just have to say that you're fine. When you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. Daar komen we tegen dit team met de vraag. Wie staat er in de spits? Mensen, hand op de knop. Wie denk je het is? Ibrahimovic. Ongelooflijk. Wie had dit verwacht? Ja, nou, ik wel, want ik maak de video. En jullie waarschijnlijk ook, want iedereen heeft die fucking Ibra. In ieder geval, we komen op 0-1 achter. Echt een klote. 2-0 achter, nog meer kloten. Maar toen, tijd voor de comeback. We scoren de 1-2, reboundje Neymar. 2-2 Neymar. En 3-2 Kylian Mbappé. En de comeback is compleet, mensen. 17-3. Heerlijk dit. Heerlijk. 7-0 helemaal weggespoeld van net. In het volgende potje kwamen we tegen dit team. En weer de quiz. Mensen, handen bij de knoppen. Daar zijn we weer. Wie heeft hij in de spits? Het is spannend, het is spannend. Ibra! Godverdomme alweer, het is niet normaal. En ga even klaarzitten mensen, deze pot is echt niet normaal. We komen 0-1 achter door Gomez. Ja, wie de fuck gebruikt nou een rode Gomez? Echt nog nooit gezien, maar ja, hij gebruikt hem. Komt op 2-0 door Prime Stroymanov. 3-0 ook door Gomez. En hier, ja, was het echt wel, ja, zakte de moed een klein beetje. Comeback time! We kwamen op 1-3 door Petit. Toen op 2-3 Antoine Griezmann. Ja, toen scoorde hij de 2-4. Ja, toen was het eigenlijk wel een beetje verpest. Maar daarna kwam de 3-4. En ongelooflijk maar waar, kijk deze kans. Oh, wat een kans, de 92e minuut. Maar hij gaat binnen. Oh mijn god, we scoren gewoon de 4-4. Echt na tijd gewoon. Lozano ongekend. Dan in de verlenging maakt hij de 4-5 met Stoikov. Maar jullie weten het mensen. Er kan dan maar één iemand opstaan. En het is niet Mark. De 5-5
wordt gemaakt door niemand minder dan Fernando fucking Torres. Let's go. En toen gingen we dus door naar Pingels. Het werd 1-0. Hij scoorde de 1-1. Ik maakte 2-1. 2-2. 3-2. 3-3. Echt elke pingel ging gewoon in. Hallo, gaan we nog even redden of zo? Hoe zit het? Scoor ik de 4-3. En hij nam de aanloop. En hij miste. Yes, let's go. Let's go. Eentje scoren en ik win. Daar komt hij. Hij zit erin. Let's go. Easy win. 18-3 mensen. Wat een heerlijk weekendleague is dit. In pot 22 komen we tegen Ronaldo en zijn kleine broertje. Echt, what the fuck. Die lijken zo erg op elkaar. Het is echt niet normaal. Ja, dit was ook het enige leuke aan deze pot. Dat die zo op elkaar lijken. Want ik verloor 5-0. 1-3 dus de pot. Ja, we kwamen tegen een team met alleen maar special card. En ja, behalve de keeper. Behalve de keeper. Maar dit was een easy gamepie. 1-0. Door Griezmann. 2-0. Een cheeky goaltje van Neymar. En 3-0. Een cheeky goaltje van Griezmann. Heerlijk. 3-0. Rage quit. 19-4. Toen pot 24. En mensen, we zijn nu weer. De quizmaster is weer terug. Wie heeft hier in de spits staan? Wie heeft het? Handen bij de knoppen. Handen bij de knoppen. Allemaal schreeuwen. En het is... Oh, oké. Okay. Niet Ibra. Het is Guendouzi. Maar we kwamen deze pot ook snel met 1-0 voor. Neymar met 1-0. 2-0 door Ronaldo. Kregen we nog een lekkere pingel in de laatste minuut. Hij kreeg ook een rode kaart. Ja, daar was hij waarschijnlijk niet zo blij mee, want we missen de pingel. Maar hij liefde nou wel gelijk, want waarschijnlijk wilde hij die rode kaart niet in de volgende pot. Valt te begrijpen. 20-4. Ik moest nu dus nog 3 winnen en ik moest nog 3 verliezen. Dus je zou eigenlijk zeggen van, dit kan toch niet fout gaan? Zou je denken. Pot 25. We zijn er weer met de quiz. Yes. Oké, het is gewoon Ibra. Ja, ik heb geen simmel met te doen. Oh mijn god. We staan 0-4 achter. Ik rage quit. We gaan 20-5. Ja, echt heel slecht. Echt heel kut. Pot erna. Deels meteen zijn onze team. Het stond 1-5. Ik rage quit er weer. Zou je denken dat ik boos was op dit moment? Of denken jullie van, nee, hij had wel plezier in FIFA spelen. Nee, ik was vrij boos. Ik rage quit echt nooit. Maar heb ik 2 keer achter elkaar gerage quit. Ja, echt niet goed. We gingen op dit moment dus 20-6. Ik moest er dus 3 winnen. Mocht maar 1 verliezen. En dan wordt het toch een pittige kluif. Dus kom maar met die epische muziek. Dit was mijn volgende tegenstander zijn team. Hij kwam 1-0 voor, maar we scoorden al snel de 1-1. We maakten ook de 2-1. Maar helaas scoorde hij daarna de 2-2. In de 1-1 minuut kregen we echt nog een mega kans. Echt, hoe gaat het er niet in? Hij had ook helemaal een corner, maar ja, die gaan natuurlijk nooit. Dat corner ging erin. Heerlijk, let's go. Overwinningje, deze had ik echt even nodig. 21-6. Oké, mensen, 2-1 moet ik gaan. Dit moet lukken, dit moet lukken voor Edith. Kom op, FC. Als dit niet lukt, echt, dan haat ik mezelf. Oké, pot 28 kan tegen dit. Oh, mijn god, wat is dit team? Dit is toch niet normaal? Ik heb een duur team, maar dit. Ja, deze tegenstand speelde me echt letterlijk helemaal weg. Ik verloor een pot 7-0. Toen werd ik wel weggespeeld, maar deze pot werd echt helemaal weggespeeld. Ik kwam ook 0-1 achter, ja. Ronaldo team hier. Oh my god. Ik kwam 0-2 achter. Toen maakte ik op een of andere manier de 1-2. Echt letterlijk uit het niets. En besef even deze 2-2. Mijn Ronaldo, geen team hier. Hoe hij deze bal binnenschiet, slaat helemaal nergens op. Daarna krijg ik een corner en komt Rio in binnen. Ferdinand Wannabies. En dat is een standaard rust. En daar blijven we er ook gewoon bij. En zo winnen we dus deze pot. En check deze stat. Oh, no. Oh. Ik moest dit potje dus winnen. En dan waren we elite. Hadden we zelf nog een potje over. En we kwamen tegen de Vikings. We kwamen in ieder geval 1-0 voor de Neymar. En het kon eigenlijk niet meer fout gaan. Maar dat ging het wel. Het werd 1-1. En Raul scoorde de 1-2. We gingen dus 2-0-7. En alles hing dus af van dit laatste potje. De laatste beslissende wedstrijd. En dit was zijn team. Alleen maar special card. Ik moest deze winnen. Want dan was ik eindelijk weer elite. Ik had laatst zoveel moeite om elite te halen. En ik wilde het gewoon echt halen deze keer. Maar het ging echt voor geen meter. We kwamen echt al vrij snel met 1-0 achter. En ik voelde de buil hangen. Maar toen kwam Cristiano Ronaldo. En die schoot de 1-1 binnen. Ronaldo, echt love you. En geloof het of niet. Net voor rust. Krijg ik een kant. En die schiet ik binnen. En er staat dus 2-1. Nou, ik echt... door het dolle heen. Nou ja, dit waren dus de rusten. En oh mijn god, Elite. Yes, mensen, ik heb Elite gehaald. Het is niet normaal. Hij liep gewoon met een 2-1 stand. Wie doet dat? Wie doet dat? En zo eindigden we dus eindelijk weer in Elite. Ik ben echt super blij. Let's go, mensen. We hebben Elite gehaald. Echt, ik ben zo goed. Oh yeah. Doe een duimpje omhoog als je voorspelling goed had. Ja, je hebt waarschijnlijk al een duimpje omhoog gedaan, maar zo niet. Doe het dan. Wil je op mijn abonneren? Dan kan klik hier. Wil je anders van me zien? Kan ook. Klik hier of hier. Echt super leuk. Dus doe even klikken. Blijf lekker op mijn kanaal. Kijk een andere video. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei!